Yo mensen, Jaroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Forza Horizon 5 video hier op mijn kanaal. Zoals je kan zien zit ik op dit moment in de 2021 Ford Bronco. Want wat ik namelijk wil gaan doen is ik wil mee gaan doen aan een off-road 4x4 championship. En om daaraan mee te doen is het misschien handig om als eerste onze Bronco net iets sneller te gaan maken. En met net iets sneller bedoel ik heel veel sneller. Dus bedankt allemaal opnieuw weer voor het intunen. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. Jullie weten de deal. Hoe meer duimpjes, hoe sneller een nieuwe Forza Horizon 5 video. En we gaan als eerste eventjes naar ons huis toe. Want dan kunnen we hem daadwerkelijk gaan tunen natuurlijk. Maar voor de mensen die zich afvroegen waarom er de laatste dagen geen video's meer waren. Dat komt omdat ik video's had opgenomen. Alleen toen ik ze ging editen kwam ik erachter dat mijn microfoon gemute was. Oftewel, hij staat aan. Ik heb het even gedubbelcheckt. We zijn aan het opnemen. Er komt dus nu weer een nieuwe video. En bedankt allemaal voor de geduld. Maar laten we hem gaan upgraden. We kunnen waarschijnlijk ontzettend, maar ook echt ontzettend veel gaan upgraden. We kunnen ook gewoon voor een preset gaan, maar dat doen wij niet aan. Dus laten we gewoon beginnen bij de engine. Ik ga gewoon alles wat we kunnen race maken. Voor natuurlijk extra vermogen. Dus het fuel systeem wordt een race fuel systeem. De ignition wordt een race ignition. En zo gaan we gewoon even alles aanpassen. Ik weet niet hoe duur dit uiteindelijk gaat worden. Ik weet niet hoeveel pk erbij wordt gegooid. Maar dat zal een heleboel zijn. En de auto had al heel veel pk. Maar hoeveel gaat het nu worden? Bijna alles aan de auto is aangepast naar of race settings of naar off-road settings. Omdat we natuurlijk wel ook off-road races gaan racen. Alleen wat we nog meer kunnen aanpassen is natuurlijk het uiterlijk. Dus laten we kijken wat hierbij de opties zijn. Voor de frontbumper hebben we natuurlijk de standaard bumper of de Forza bumper. Ja, ja, ja. Dit begint er al meer op te lijken. Laten we gewoon opzetten. Dat kost 2500 credits. Dan hebben we de achterkant. Oh, dat is super clean. Dan kunnen we de band weghalen. Ja, dat vind ik wel echt super clean. Die ga ik weghalen. Geen bandje op de achterklep. Aan de zijkant kunnen we nog eens sideskirts aanpassen, waarvan ik geen aanpassing zie veranderen. Maar dat gaat de drek met 1% naar beneden. Dus laten we het ook gewoon opdoen. En bij de motorkap hebben we ook nog verschillende keuzes. Namelijk, we kunnen een hele lampenbar erop zetten. Een lightbar. Aan de voorkant nog een klein ledbarretje of allebei. Alleen dan moet ik eerlijk zeggen, ik vind hem aan de voorkant best wel lelijk. Dus ik ga alleen voor de lampenset bovenop het dak. Daar komt er wel bij, 15 kilo. Maar ja, wat is 15 kilo, weet je? We hebben net heel veel gewicht eraf gehaald met van alles en nog wat. Dus die 15 kilo maakt dan ook niet uit. En als allerlaatste kunnen we ook nog eens de motor gaan aanpassen. We hebben nu natuurlijk de standaard motor erin liggen. Klinkt al best wel goed, maar 6,2 liter V8 kan erin. Oké. Kost 20.000 credits, maar we hebben nog meer keuzes. Een 5,8 liter V8. Ik denk dat die wel sneller gaat optrekken daarmee. En 250.000 credits voor een race V6 TT. Ik ga dat geld er niet aan uitgeven, kan ik je zeggen. Wat is nu voor nu de beste keuze? Ik denk de race 7,2 liter V8. Niet de V8 TT, gewoon de normale race V8. Is 50.000 credits. Ik heb het geld ervoor, dus waarom niet? En hebben we nog meer keuze? We zouden nog een twin turbo erin kunnen leggen of een supercharger. Waarom niet? 220 pk erbij. En we zouden hem nog van all-wheel drive kunnen veranderen in rear-wheel drive. Maar ja, dat is niet handig, want we gaan off-road. Dus we hebben het vermogen op alle vier de banden nodig. En dat is in totaal, jongens. Ik ga het installeren. Oh, nee. Choose the parts. I'll run cost projections. Here's your current total. Ja, bedankt Alejandra. Dat is namelijk 90.000 credits. Weet je waarom niet, joh? We gaan erin racen. 90.000 credits. Kom maar door. En nu wordt het wel echt een beest. Maar ook echt een beest van een auto. In totaal zijn er 3 races in de championship aanwezig. Misschien hebben we een klein probleempje. Want ik ben namelijk bij de championship aangekomen. Alleen onze Bronco is gewoon te goed geworden. Waardoor we niet meer mee kunnen doen. Dus we moeten heel eventjes de motor weer terug omwisselen. We moeten hem eventjes ietsje slechter maken. En dan kunnen we wel mee gaan doen naar de championship. En de race gaat beginnen. Gelukkig, met de standaard motor mogen we wel aan de race meedoen. Maar kijk, kijk die politie sirene. Ik wist echt niet dat we dat erop hadden gezet. Maar hij staat erop. Eigenlijk moeten nu alle mede-racers aan de kant gaan vormen. Alleen, holy knetter, die zijn snel. Het is ons doel om natuurlijk te eindigen op de eerste plaats in elke race die we gaan racen.
Maar je ziet zelf ook wel, ze rijden allemaal rete snel door. Maar wij zijn in het bochtenwerk sneller. Oh, niet alsjeblieft in een slip raken, want dan hebben we een probleem. Het is een point-to-point, oftewel we zitten op 20% van de race. En kijk wat er allemaal mee rijdt, joh. Ik zie ook een G-Wagon mee rijden, dus dat is wel gaaf. Die kunnen we op een gegeven moment ook wel gaan kopen. Misschien wel een 6x6. Misschien kunnen we de Velociraptor nog wel een keer gaan halen. Die zit ook in de game. Maar daar rijden echt super gaaf off-road auto's mee. Maar ja, wij moeten gewoon eerste worden. Kom op! Kom op, Bronco! Op de rechte stukken halen ze me gewoon volle vaart in. Daar kan ik niks aan doen. Maar wat een jump is dit, joh. Kijk uit. Dank u wel allemaal. Gewoon weer gas erop. En het is echt wel concentrerend dit, hoor. Want we moeten het nu van de bochten gaan hebben. Want in de bochten kunnen we ze inhalen. Op de rechte stukken zoals dit. Dan zijn we of even snel of zelfs langzamer. Maar er komt een bochtje aan. Er tussendoor. Ja hoor. Ja hoor. Kom op. Je hoort gewoon dat hij moeite heeft om die heuvel op te klimmen. Let's go. Er zit een Nissan naast me. Dat willen we ook niet hebben. Ook een mooie pick-up truck, by the way. Maar we liggen eerst. Daar gaat het om. We zitten op 62% van de baan. Fijn dat er even wat bochtjes in komen. En dan ben ik benieuwd ook wat de andere races zijn. Sowieso is het natuurlijk allemaal cross-country. Dus dat gaat gewoon kriskras recht door de map heen. Alleen zijn wij in het voordeel in de andere race. Want dit is wel echt een nadeelrace voor ons. Kijk hoe dichtbij ze zitten. En door het water gaan we. We staan hoog op de bandjes. Dan gaan we gewoon vol doorheen. En dan gaan we langzaam ook alweer naar de finish toe. 83%, 84%. Hij telt door. Gewoon de binnenbocht pakken. Gewoon echt je gaspedaal ingedrukt houden nu. En er komt nog meer water aan. Wat je bij water altijd voor moet oppassen is ten eerste dat je niet te lang in blijft. Want je remt echt wel hard af. En ten tweede... Dankjewel dat je door de finish gaat. Maar ten tweede bij het water dat je niet in een slip raakt. Want als je in een slip raakt in het water, dan ben je er veel langer in. Alleen dan ga je ook niet meer gewoon weg kunnen komen. Dan ben je gewoon de shaak. Dus gewoon zo snel mogelijk erin, eruit. Klaar. En de eerste plek is van ons. Dus we gaan door naar de volgende race. Here we go. Race nummer 2 gaat beginnen. En er staat een of andere Platinum F350 hier rechts van ons. Alleen, wie is er sneller? Ja, iedereen. Iedereen is sneller dan ons. Zelfs die Chevrolet. Zelfs die... Volgens mij is dat een Mercedes. Ja, Mercedes is sneller dan ons. Alleen in de bochten halen we ze allemaal terug in. En als we even die rem hier kunnen pakken. Kom op. Samen met die Jeep. Ja, aan de kant. Wrangler. En dan komt de eerste sprong er alweer aan. Ik zie hem in de verte al. Niet op jullie rem, jongens. Gewoon gas geven. Uh-oh. Gaat goed. Gaat goed. Alles onder controle. Het is een kort baantje. Want we zitten nu op 1/4 namelijk. Terwijl we echt net zijn begonnen. En iemand rijdt er op de eerste plek weg, joh. Die scheurt er gewoon vandoor. Maar ik ga gewoon mijn gas niet loslaten. Zelfs in deze bocht. Ik hou gewoon mijn gas ingedrukt. En dat werkt zoals je ziet. Ik ga gewoon niet remmen. Ik ga gewoon niet remmen. Nee, maar, bro, waar rij jij nou weer in dan? Ik denk dat die gast het koud heeft, jongen. Als je met 150 km per uur... en op sommige momenten zelfs nog sneller... met een open dakje gaat rijden... dan heb je denk ik niet heel erg warm, of wel? Kan je me horen? Je hebt het niet warm, hè? Ze zit in een korte broekje! Oh, wat een gek. Hey, iedereen zijn ding, zeggen we dan. Hè? Wij liggen op dit moment tweede. Ik ga gewoon de bochten zo ver mogelijk afsnijden. Ja, nice. Oh, kom op. Niet in de drift slaken. Dankjewel. Ligt er ook allemaal blubber, jongen. We lopen niet in. We lopen ook niet uit. Ik weet niet. We gaan door een of andere... Wow, yo, zonnepaneelplekje. Dat is wel handig om die in Mexico neer te zetten. Mexico. Goeie binnenbocht. Ja, nu hebben we hem. Kom op. Ik sneed de bocht zo hard af. 85%. Ik kan niet sneller dan dit, jongens. Het spijt me. Er komt nog wel een jump aan. En daarna komt de finish. Dit gaat een nieuwe worden, denk ik. Maar we hebben natuurlijk wel met die vorige race hebben we heel... Oh, hij heeft een slechte landing, maar wij ook. Nee, we trekken zo langzaam op. Nee, achter me hebben ze nog een slechtere landing. Alleen, we zijn tweede, maar met de vorige race hebben we veel punten verdiend. Dus ik weet niet waar we nu in het klassement staan. Want we hebben nu natuurlijk wat minder puntjes verdiend. Ja, iemand achterin, die lag op zijn dakje, dus die heeft helemaal geen punten verdiend. Maar dan denk ik wel dat de enige manier hoe we nog eerste kunnen gaan eindigen... is om de volgende race eerste te worden. Want we hebben nu 16 punten verzameld. Dus... we staan gedeeltelijk op de eerste plek samen met JJ9B in zijn GMC. Dus dit gaat een lastige worden. De eerste plek moet van ons zijn. En
Er rijdt gewoon een Velociraptor mee, dat ga je niet menen, joh. Daar letterlijk recht voor ons zilveren kleur. En die legerauto is gewoon veel sneller nog, joh. Maar kom op, eerste moeten we worden. We hebben gewoon geen andere keuze nu. Hobbel de hobbel, langs de monumenten, door de checkpoints. En vol gas. Oh jongens, ja sorry. Ik moet nu voor de eerste plek gaan, dus ik ga een beetje vies doen. Sorry Velociraptor, je bent een hele mooie auto, rijdt zelfs een Mercedes. AMG 66 mee. Een G-Wagon. Alleen er zit een hele trage V8 in. Alleen ik weet niet wat er nu bij ons in zit. Maar dat is ook een hele trage. Alleen we liggen vierde. Echt, we moeten eerste worden. Anders hebben we niet het maximaal aantal punten. Bocht afsnijden. Nice, helemaal langs het vlaggetje. Wajo. Ze zijn allemaal gecrashed in die bocht, zag je dat? Ik weet niet wat daar gebeurde, maar ik vind het helemaal niet erg. Ze gingen gewoon over de kop. Het enige die we nu nog moeten verslaan is die Raptor die hier voor ons rijdt. Dat is een Raptor, hè? Ja, dat is een Raptor. Kom aan, we lopen in. Dit is onze kans. Ze gingen allemaal over de kop. Oh, en we gaan door de blubber. Oh nee, we gaan door de blubber. Dit is niet fijn. Ik moet de bocht afsnijden. Oh, heb ik hem gehaakt? Ik heb de checkpoint. Ik had verwacht dat ik hem niet zou hebben, maar we liggen eerste. Oh, wat een geluk. Hij telde mee en daar komt de finish aan. Ja. Kom maar. Hij is wel sneller hoor. Hij haalt ons nog in. Ik moet hem gaan tegenhouden. Wacht, dit moet even vies spelen. Je gaat er niet langskomen. Nee, je gaat er niet langskomen. Nee. Ja. Ik moest in mijn achterspiegel blijven kijken. Ik moest hem tegenhouden. Maar we got it. Finished first. Let's go. Oeh, die was toch echt wel close, want die Bronco... We hadden hem zo snel gemaakt, maar ik moest echt gewoon de slechtste motor erin hangen die we konden. Maar 20 punten zijn binnen, wat inhoudt dat we eerste in het klassement staan met 56 punten in totaal. En dat houdt in dat onze prijs, daar gaan we achterkomen, een 2019 Ranger Raptor is. Oftewel de tweede generatie, wel een beetje de skere versie, namelijk de Europese versie. Maar... het is wel een Raptor, een Ranger Raptor, die in onze garage zit. Dus duimpje omhoog daarvoor. Nu gaat het echte werk beginnen, want de Bronco heeft nu wel de juiste motor. Want aan deze race zat geen limiet. En moet je kijken, we zitten al op 180, 200. Aan de kant, jullie. Dit is... Jongens, ik kan hem niet onder controle houden, man. Wat is dit? Wajo. Misschien hebben we er iets te veel vermogen in gelegd. Jongens! Ik drift overal. Overal waar ik rijd, drift ik. Het is natuurlijk wel zo dat we op dit moment op nat wegdek rijden. Maar wat hebben we met dat ding gedaan nu, joh? We staan alweer tweede. We hebben de meeste alweer ingehaald. Maar kijk dan, ik kan hem echt niet meer onder controle houden. Dit is bizar. Oké, een beetje van je gas los. Een beetje remmen. En die gast die op de eerste plek ligt, die heeft er ook geen normale motor in zitten. Jongens... Ik ga te ver. Mijn hele achterraam ligt er bijna uit. Ik heb zelfs die checkpoint gemist. Ja, ik weet niet wat er allemaal mee gebeurt. Dit is de eerste keer dat ik hem rewind. Ik zou wel moeten namelijk, want ik mis die checkpoint. Want dit is gewoon bijna niet onder controle te houden, man. Maar eerlijk is eerlijk. Onze zwaai... Wow. Lampen staan aan. Dus we moeten die eerste plek gaan stoppen. Ik weet niet of dit nog mogelijk is. Dat gaat al lastiger worden namelijk. En... Oh, er komt water aan. Dan moeten we hem goed gaan insturen. Sowieso vol op de rem. Ik wil niet te lang in het water blijven. Ja, netjes die bocht door. Hou hem onder controle, Bronco. Door de checkpoint vlag. En dan hebben we weer een hele, hele slechte bocht. En het einde van de race is hier ook. Ja, helaas. Sorry voor alle surfboarden. Helaas werken onze zwaailampen niet mee. Om daadwerkelijk al het eerste te worden. Maar wat een vermogen zit er in deze auto nu. Oh, wat hebben we gedaan. Hij glijdt gewoon overal overheen. Maakt niet uit of je door het modder, door het water, op asfalt. Het maakt niet uit waar je rijdt. Hij glijdt overal doorheen. En de Titan die is eerste geworden. Ja, dat zit hem in de naam, hè. Het is de Titan. Die kan je niet verslaan. Wat een auto. Ik moet je wel zeggen, dat zwaailampje kunnen we er beter afhalen. Het geeft wel sfeer mee. Maar aan de andere kant, ik word er heel de tijd door afgeleid, omdat ik heel de tijd... dat knipperlampje in mijn beeld zie. Ik ga, er zit hier een, volgens mij,
een flitspaal of iets voor ons. Ik ga er gewoon op afrijden. Kijken wat we met deze auto kunnen doen. Lukt het ons om 3 sterren te halen in deze trajectcontrole? Hij start nu. Blijf op de weg. Als we namelijk van de weg afraken, dan telt hij niet meer mee. Maar kom op, gas erop. Kom aan. Ik weet niet waar je trajectcontrole stopt. Ik weet het wel na deze bocht, maar... Jongens, dit ding is echt zo niet onder controle te houden. We zitten gemiddeld op 185, kom op. 186, 170, 188 en het is... Sowieso een nieuw personal best en 2 sterretjes. Ja, dit, hij is gewoon echt niet meer onder controle te houden, joh. Hoeveel pk zit er überhaupt in? Ik ga eens even kijken. Er zit 1351 pk in. En het ergste is, we kunnen hem nog... Maar ook echt nog erger upgraden. Maar dan hebben we heel veel geld die we moeten gaan uitgeven. 1300 pk. In een Bronco. Dat gaat niet goed. Ik wil nog wel eventjes snel naar onze Ranger Raptor kijken. Daar zit 211 pk in. 211? Ja, het is echt gewoon de skere Europese versie. Het is een mooie auto. Maar het is niet de echte Raptor. Nee. Nee. Oh, is dit het? We zouden hem nog wel kunnen gaan upgraden, maar dat gaan we niet doen. We hebben 3 races gedaan. We hebben de championship gewonnen. Om een of andere diesel skere Europese Raptor te verdienen. Hij gaat toch gewoon niet sneller? Hij gaat gewoon niet sneller. Ja, jongens, de volgende keer gaan we een echte Raptor halen. Nee. Nee, kan ik hem ook gewoon verkopen of niet? Hij is 58.000 credits waard, maar ik gooi hem gewoon op de auction. En we zetten hem er gewoon op voor wie wil hem hebben, jongens. Die kan hem nu gaan bieden voor 40k. Hoppatee, doei. Weg ermee. Sowieso, iemand die koopt hem wel voor 40k. En dan heb ik in ieder geval weer wat geld verdiend. Maar de video die zit er hierbij wel weer op. Dus mocht u het hebben genoten, ram natuurlijk zo'n keihard op. Lijkt me straks super gaaf vinden. We hebben echt wel goede races gedaan. En de volgende keer gaan we natuurlijk nog veel meer auto's bekijken. En ook meerdere in een video bekijken. Dus bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.